Welkom. De president had gezegd dat alle politieke organisaties die tijdens deze verkiezingen een zetel behaald hebben, dat daarmee gesproken gaat worden. Omdat het uitgangspunt is dat het Surinamers zijn die daar achter zijn gaan staan en hun stem hebben uitgebracht op deze mensen, heeft de president het van belang geacht om toch nog te praten met alle partijen die tijdens deze verkiezingen zetels gehaald hebben. We hebben vandaag het programma ingezet als volgt, dat we begonnen zijn met de partij die na ons de meeste zetels gehaald heeft in de DNA. U heeft daarom gezien eerst de VHP, daarna A-combinatie. En daarna de NPS, BEP en daarna DOE. En als laatste hebben we gesproken met PALU. Vandaag als NDP met de meest behaalde zetels, 26 zoals u weet, hebben wij de rol van informateur overgenomen. Vanuit een stukje verantwoordelijkheid. Waar we ook opvoedend bezig willen zijn, vonden we dat we deze lijn moesten gebruiken. Omdat, zoals u weet, niet zo lang geleden, de partij waarin wij nog zitten, 15 zetels had behaald en niet eens werd gevraagd om zijn mening over hoe en op welke wijze wij een bijdrage konden leveren. We kijken niet achterom, maar we willen wel een voorbeeld stellen dat Dumama Surinamers hun vertrouwen stellen in een politieke organisatie en ze hebben een zetel behaald, dat je hun mening mee moet nemen, omdat we niet de wijsheid in pacht hebben. Over het algemeen was het heel constructief, heel open en heel nationaal gericht. We hebben net afgesproken dat we uitgenodigd zijn voor een informatief gesprek. En dat gesprek is geweest. Het is een heel constructief gesprek geweest, een heel positief gesprek geweest. En dat wij voorlopig moeten volstaan met deze mededeling en dat er nog meerdere rondes komen van gesprekken. We zijn als VHP uitgenodigd en wij tonen respect als we uitgenodigd worden en op basis van dat respect zijn we hier gekomen om het gesprek aan te gaan. U gaat wel met een goed gevoel naar binnen? Ja, zoals altijd toch? Oké, ik ga pas even rijden, kom zo. Ik opschrijf, ik ben geen baas. Is dat niet dan? Dank je, ik ben mijn vice-president. Ik kom met twee baas, allemaal. Bachelor, vice-president. Is dit ook? Van Fabien. Hey! Dat is niet veel gezegd. Dus ik ben niet helemaal tevreden. Nee. Ik heb de president gevraagd van, ik wil de mensen willen horen, gaat ABOP en NDP samen werken. Dat willen de mensen horen, dat wil ik ook horen, maar dat heb ik niet gehoord. Oké, okay, dus vandaar de teleurstelling. Nou ja, toch. Dus wachtie moet weer komen voor een tweede gesprek. Meneer Dagan is aan dat hij. Gaat u komen? Ik ga komen, ja. Meneer Brunswijk, maar even samenwerking nog komen. Even nog komen, dan ga ik dat wel dan. Ik kom toch. Doe wat. Maar dat je hoort ook of ook is president en vice-president? Ja, ik zie je, want ik heb je gezegd, daar komt een tweede ronde. En een tweede ronde, ik had hem niet tevreden. Ja toch? Oké. Okay. Well, no. Maar hebt u de president ook gezegd dat u niet tevreden bent? Ja, maar tegen me wanneer direct ook. Ik dacht, nee, je moet wachten, bravo, rustig, tweede ronde dat je hier. Oké. Okay. Niet te dichtbij, heren. Is wat we verwacht hadden. Ik kan niet zeggen dat we tevreden of ontevreden zijn. Het is een goed gesprek geweest. Er is gesproken over de situatie van het land. En welke richting wij uit zouden moeten gaan. Ik ga terug naar de structuren van de Nationale Partij Suriname. U weet dat we ook in een verband zitten, het V7-verband, samenwerkende partijen. Ook daar zullen we natuurlijk ons verslag doen
En op basis van al de zaken die wij bij elkaar zetten, zullen wij natuurlijk verder de zaak bekijken. Voorzitter! Ja, het heeft niet lang geduurd. Ik denk dat we goed ons huiswerk hebben gemaakt als partij. Meneer Waterberg, wat wil de BEP eigenlijk? Wat wil de BEP? Wil regeren en, zo, en wijzen dat de BEP dit land hoger uit kan brengen. Samenwerking is heel goed mogelijk met de NDP? Daarover heb ik al geantwoord dat we informatie hebben uitgewisseld. En dat we kijken naar wat de NDP zelf ervan weet. NDP heeft mandaat gehad van het volk om in principe alleen te regeren. Dus als ze iemand erbij halen is het meer omdat zij een bepaalde visie heeft over de ontwikkeling van dit land. Waarbij een ieder een bijdrage gevraagd wordt een bijdrage te leveren. Maar laten we de zaken daarbij houden. Laten we kijken wat de ontwikkelingen worden na dit eerste gesprek. En dan zullen we verder gaan. Het is een informatief gesprek geweest van de zijde van de voorzitter van de NDP. En we hebben natuurlijk dat aangehoord. Er is ons het een en ander meegedeeld met betrekking tot hoe men het ziet, met betrekking tot de toekomst van het land. En daar hebben we naar geluisterd. Kunt u zich daarin vinden? En hoe ziet men de toekomst? Nou, in ieder geval dat er wat werk aan de winkel is. Behoorlijk wat werk. En daar zullen dus mensen voor moeten worden ingezet die inderdaad het hart op de juiste plek hebben. En wat is bereid die bijdrage te leveren? We hebben altijd een bijdrage geleverd. Afgelopen 5 jaar en ook in de komende 5 jaar zullen we die bijdrage leveren als het gaat om het belang van Suriname. Gaat doen nog steeds voor regeerverantwoordelijkheid? Wij hebben gezegd wij willen dit land dienen. En als wij het zouden mogen dienen, in die setting is het niet uitgesloten, maar het is uiteindelijk een besluit wat moet worden genomen binnen onze partij. Dus heeft de NDP misschien aangegeven dat zij wel bereid zijn om samen te werken met Doe? Nou, als u de pers leest, dan is dat vrij helder, dacht ik. Er worden steeds partijen genoemd, onder andere Doe, maar wij hebben nog geen besluit genomen. Het is wel zo dat de bespreking in een goede sfeer heeft plaatsgevonden, maar laat me zeggen, het woord zei het al, informatief, dat is het eigenlijk. We zijn dus nog niet op dat punt gekomen, dat we concreet over allerlei zaken hebben gepraat, over samenwerking en dat soort dingen. Wij hebben natuurlijk wel vooraf in ons statement eerder te kennen gegeven dat wij als PALU, wanneer dat zo zou uitkomen, dat wij in landsbelang zouden willen meewerken aan het verkiezen van de president in de assemblee. Dat hebben we wel al een hele tijd teruggezegd. Staat dat nog recht overeind? Dat staat nog recht overeind, ja. En is het kenbaar gemaakt aan de voorzitter van de NDP? Het is niet teruggenomen. Ik denk dat de PALU zich een beetje bescheiden moet opstellen op dit moment. Wij hadden aan de kiezers gevraagd om ons een groter mandaat te geven. Wij hebben dat grotere mandaat niet gehad. Dus volgens ons past een zekere bescheidenheid, een zekere terughoudendheid. We hebben net uit de media begrepen dat de kwestie tussen de voorzitter van de PL en meneer Sapoen uiteindelijk ertoe geleid heeft dat meneer Sapoen richting eigen fractie gaat. Dus nu hebben wij besloten om woensdag aanstaande met beide vertegenwoordigers te praten. Niet in één vergadering. Met meneer Sapoen gaat gesproken worden en er gaat ook gesproken worden met meneer Somohardjo. En daarna gaan we in een volgorde weer praten met de partij waarmee we allemaal vandaag gesproken hebben.